Eerst moet je de software downloaden. Ga naar de downloadpagina van deze GRBL en download de setup file. Wanneer de setup file is gedownload, installeer het programma. Wanneer je het programma opstart, vergeet zeker niet laser mode, PWM mode en de kleur van de laser te selecteren. Voor de extra instellingen typ 2 dollartekens in de command bar. Als je een instelling wilt veranderen, zoals de acceleratie of de snelheid, typ je de code met de aangepaste waarde in de command bar. Zoek eerst een afbeelding die je wilt laseren. Lijntekeningen zijn aangeraden. Wanneer je een afbeelding hebt gekozen, bewaar deze op een plaats waar je makkelijk terug kan vinden. Om de afbeelding te importeren, ga je naar het Open File en selecteer je de afbeelding. Wanneer de afbeelding geüpload is, selecteer je Vectorize. Om de tekening te optimaliseren, kan je Spot Removal en Smoothing gebruiken. Je kan natuurlijk ook de tekening inkleuren. Wanneer alles is ingesteld, klik je op Next. Wanneer je de PWM moet gebruiken, moet je zeker M4 selecteren. Hier kan je ook de snelheid en de grootte instellen. Wanneer je klaar bent, klik je op Create. Klik op Connect om de laser te verbinden. Voor je begint te laseren, kan je best altijd de X en de Y homen. Als je klaar bent om te laseren, klik je op het groene startknopje. Aan de linkse zijde ga je alle commands zien die de laser uitvoert. Je kan natuurlijk altijd stoppen door op de knop stop te drukken. Bedankt om te luisteren en veel succes met je eigen lezen.